Hier achter mij staat de nieuwe Knaus Vanzation 640 MEG. En in tegenstelling tot de 650 is deze gebaseerd op het onderstel van de MAN TGE. Veel mensen denken dat is toch een Volkswagen Crafter. Onderhuids zijn die auto's bijna identiek aan elkaar. Maar de TGE wordt geleverd door Knaus. Auto voor de Nederlandse markt met een 180 pk motor en standaard met een 8-gang automaat. En zoals die hier staat, in het zeg maar grijs metallic met de mooie wielen, de zwarte luifel en de wanden in het Campervolo grijs. Dus de wanden zijn dus niet helemaal wit, maar eigenlijk een mooie unikleur grijs. Is allemaal standaard in het Vanzation pakket inbegrepen. We lopen even naar de kont. Die is nieuw. De achterkant heeft namelijk die nieuwe X-Pond Vault achterzijde. Waarbij dus gebogen sandwich aluminium helemaal doorloopt in de onderbumper. Met natuurlijk die mooie Cat High lichten die ook die knipperlichten hebben die zo mooi van links naar rechts gaat. Het mooie van die achterwand is dat die dus helemaal vlak is. En daarbij de achterbumper in de onderkant verzonken is. En je hebt daarmee dus niet een uitstekende deel achterop, wat eigenlijk ruimte kost. Die ruimtewinst die kan je aan de binnenkant zien. Dat is eigenlijk dit deel, wat normaal buiten is op de camper. Nou, een garage met twee deuren, dat je links en rechts mooi door kan laden. Aan de linkerzijde de Knaus servicebox. Vers water, afvalwater, boiler aftappen, vers water vullen of eventueel je waterfilter vervangen. Als je in landen staat met minder zuiver water, kan je hier het Blue Water System waterfilter tussen plaatsen. Alles in één box, mooi afsluitbaar. Camper blijft helemaal strak. Ook deze camper met de kachel aan de linkerzijde, zodat je de uitlaatgassen van de kachel, hoewel dat op gas natuurlijk bijna alleen maar waterdamp is, mooi aan de andere kant, dus niet onder de luifel. Nou, neem ik jullie mee naar binnen. Allereerst het dashboard. Als gezegd, voor de Nederlandse markt standaard met de 8-gang automaat en de 180 pk motor. Het onderstel is op 3500 kilo berust. Daar heb je ook voldoende draagvermogen in. Maar voor liefhebbers van meer draagvermogen op C1 rijbewijs of mensen die dat in de toekomst wensen, kunnen hem ook met een 4 tons onderstel bestellen. Navigatiesysteem van Volkswagen. Ook de cockpit met de stuurwielbediening. Luchtvering op de achterras van VBR. Dus die kunnen we hier ook oppompen of aflaten. Links en rechts zijn allemaal standaard op de auto. Als we naar het interieur kijken, dan zien we veel overeenkomsten qua styling met de Venti Vanzation van 2021 op Fiat. Je ziet dus ook mooi die kasten die dus helemaal doorlopen tot in het front. De kastjes zijn vanzelfsprekend ook allemaal met de soft close functie erop. En hetzelfde geldt ook voor de keukens, keukenlades en daarboven natuurlijk ook de kleppen. De koelkast. Tedford Slim Tower. Ik had deze koelkast toevallig zelf afgelopen jaar in mijn camper in Italië. 38 graden buiten en de drankjes heerlijk koel. Mooie grote laden onderin voor de frisdrank, ideaal. Achterin nog 3 extra kasten boven het bed, vanzelfsprekend ook met die soft close. De matrassen zijn de zogeheten Evapore matrassen van Knaus. Hier nog de mogelijkheid om het dicht te leggen, hoewel dit natuurlijk een hele comfortabele opstap is richting het bed. Onder de bedden de grote kasten,
Onderin makkelijk voor de kratten met schoenen en dergelijke. En bovenin nog wat te kunnen hangen. En dat heb je natuurlijk links en rechts. Dan de badkamer. Lijkt ook heel veel op die van de Venti. Maar hier zien we een iets grotere wielkuip zitten. Dat lijkt in de eerste instantie een nadeel toen ik het voor de eerste keer zag. Toch zul je daar ook zien dat dat wel meevalt. We draaien op deze manier de wasbak boven het toilet. En zo heb je eigenlijk alle delen die je lekker droog wil houden. Zoals je spiegel, waar je schapjes staan voor de parfum en de tandenborstels en de gels en de deo's. Dat blijft allemaal droog. En zo heb je dus een hele mooie douchecabine, dus ook met raam boven tot beneden. En hier kan ik ook met mijn maatje 46 gewoon prima uit de voeten. Natuurlijk is hij niet zo ruim als een badkamer die je apart hebt. Maar voor de mensen die zeggen, nou, ik douche vaak op de camping. Maar als ik een keer een stedentrip doe en ik sta aan een stadje op een camperplaats en ik wil zelf toch graag in mijn eigen camper douchen, dan kan dat gewoon. Overigens is het dezelfde douchekop die je gebruikt voor de wastafel, die je dan hier ook gebruikt. Nou, dat gaat nou even met met één hand minder makkelijk, maar dat lukt ook. En je klapt hem terug. Vergrendel hem voor tijdens het rijden. En de badkamer is weer helemaal zoals die hoort. Met een fijn banktoilet. Makkelijk schoonhouden, lekker stabiel. Het is een schuifwand, dus die neemt ook in het middenpad geen ruimte in. Dus de camper blijft net zo ruim met de douchedeur open of dicht. Nou, hier hangt een mooie tv van Oyster. Nou, ik zie hij is vergrendeld. Even kijken of dat met één hand lukt, want ik moet daar een knopje indrukken. Ja. Die kan uitschuiven, die kan kantelen naar voor en naar achter en kan ook nog een stukje draaien. Ik krijg wel eens de vraag, kan die dan ook naar het bed? Maar eigenlijk niet. Hij draait net niet ver genoeg. De tv is redelijk breed, dus 27 inch. En die beugel, die moet natuurlijk wel dat hij tijdens het rijden ook weggeschoven kan worden. Op het dak kan hij mijn hoofd uit het raam steken. Oh, niet vallen. Op het dak zie je een 60 centimeter schotel. Nou, voor de mensen die er een beetje mee bekend zijn, Kanaal Digitaal heeft altijd alle uitzendingen in Full HD. In het zuiden van Europa kom je met 60 centimeter daarmee niet weg. En daarvoor wordt hij voor de Nederlandse markt geleverd met een 80 centimeter schotel. Dus in het Vansation pakket voor de Nederlandse markt, 27 inch tv, 80 centimeter schotel. Navigatie, automaat, luchtvering, 180 pk, de mooie dakramen, de dubbele garagedeur, het verlichtingssysteem, de ambiënte verlichting, de schotel, de navigatie. Heel dat pakket heeft een waarde van 20.000 euro. En als je de aanbieding gaat bekijken, wordt zo ongelooflijk scherp aangeboden. En wij geloven erin. We hebben ze gelukkig volop ingekocht. Dus mocht u nou interesse hebben om in deze camper vanaf half tot eind september 2021 moet hij bij Witoma in de showroom staan. En ik kan je aanraden, kom eens even proefrijden met die camper. Maak wel een afspraak. Die auto rijdt zo ongelooflijk lekker. En we kunnen ze nog leveren. Dus van harte welkom.